winter, veel toeristen, dagjes mensen komen kijken. Door de klimaatopwarming en de extreme weersomstandigheden is er extra extreem veel regen gevallen. Wat veroorzaakt dat er problemen ontstaan bij het afvoer van het vele water. Zoals hier aan de IJssel en Overijssel, waar tientallen, zo niet honderden dagjesmensen of ramptoeristen, hoe je ze ook noemen wil, komen kijken naar het bijzondere fenomeen, het hoge water hier aan de IJssel in Deventer. Extra zandzakken zijn neergezet om de stad eventueel tegen het hoge water te beschermen.